Yo mensen, welkom bij een nieuwe dagelijkse video. Mijn naam is Joel en fijn dat jij nou kijkt naar een nieuwe video. Vandaag zijn we weer terug met een nieuwe dagelijkse video. En vandaag heb ik jullie weer heel veel te vertellen over hoe mijn dag was. Wat ik vandaag allemaal heb gedaan. Wat ik heb meegemaakt en een aantal dingen die ik met jullie wil delen. Dus blijf lekker kijken. En misschien dat ik zelfs wel een kaart ga doen voor jullie dat ik iets ga uitleggen. Maar blijf lekker kijken. Het is wel een onbewerkte video. De reden daarvoor is omdat ik heb het niet druk of zo. Maar ik vind het gewoon leuk op dit kanaal om dit soort video's te maken voor jullie. Natuurlijk zullen er ook bewerkte video's binnenkort komen met kaarttrucs, vlogs, wat dan ook. Dus blijf lekker abonneren, blijf lekker kijken en het is gewoon eventjes anders nu, maar dat heb ik jullie allemaal al uitgelegd. Maar fijn dat jij nog kijkt naar een nieuwe video. Ik heb een jas nog aan. De reden daarvoor is omdat ik het eigenlijk best wel druk was. Ik kom net natuurlijk thuis, dus het is een beetje een hectisch dagje geweest. Maar goed, het is vandaag ook een leuk dagje geweest. Vanochtend was ik een beetje ziek, dus ik voelde me niet echt heel lekker. Dus ik dacht van ik bleef gewoon eventjes lekker thuis. Dus ik ben ook thuis gebleven. Jo, simpel. In de middag ben ik gaan filmen, heb ik een nieuwe video gemaakt en geüpload en bewerkt op mijn hoofdkanaal. Dus mocht je nou die video willen zien, ga dan even naar mijn hoofdkanaal toe. Mijn hoofdkanaal staat hieronder in de beschrijving, als je dat niet weet. Mijn hoofdkanaal heet ook Pinda Power. Dus heb je nou iets van, Joel, je hebt nog een YouTube kanaal, ga dan even naar mijn hoofdkanaal toe. Daarop maak ik één keer in de week een video die ik bewerk en die ik echt, waar ik echt veel tijd aan besteed. Dus check die video op mijn hoofdkanaal, hij is echt ontzettend leuk geworden. Hij heet 5 dingen die je niet letterlijk moet nemen. Dus check die en dan ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En daarna heb ik gechilled thuis, ben ik eventjes wat dingetjes gaan doen. Ik heb nog een aantal foto's gemaakt van mezelf, selfies. Die zijn maar ook op Facebook, onder andere mijn profielfoto. En die hebben jullie de meeste video waarschijnlijk al gezien. En daarna ben ik thuis gaan chillen. Toen kwam mijn vriendin langs, hebben eventjes gechilled, ze is naar huis toe. En nou ben ik dus letterlijk eventjes weer in de chilling modus, eventjes lekker. Alles chill. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn dagje voor vandaag. En ik zie jullie morgen weer terug. Nee, hapje. Nee, blijf nog lekker filmen. We gaan een lekkere vlog van maken. Het is een lekker begin van het weekend. En ik heb er zin om lekker even lang te gaan filmen voor jullie. Dus dat staat zeker vast. Maar ja, ik wil het vandaag hebben over een leuk onderwerp. En ik weet nog niet precies wat. Wel dat ik namelijk via WhatsApp. Kijk, het schijnt trouwens ook dat binnenkort de blauwe vinkjes of zo binnenkort uitgezakeld kunnen worden. Dus dat is super chill. Als eerst voor de Android gebruikers. En daarna pas voor... voor iPhone gebruikers. Maar goed, ik was dus net een beetje aan het Facebooken. En, of aan het WhatsAppen met een maat van mij, Bjorn. En dit is eigenlijk wat we elkaar stuurden. Het leek me leuk om even jullie te laten horen wat wij zeg maar naar elkaar sturen. Dus dat is eigenlijk wel, leek me wel lachen. Maar goed, we gaan eens beginnen. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. En dit stuur ik dus naar hem toe als eerst. En toen stuurde hij dit terug. En toen stuurde hij daarna dit terug. Of toen stuurde ik dit terug. En toen stuurde ik dit terug. Toen stuurde hij dit terug. Hij. Ja, en het gaat nogal, het gaat zeg maar zo constant door. Dat is eigenlijk een beetje, het leek me wel leuk om eventjes met jullie te delen. Heb je dan ook niet soms dat je gewoon soms op WhatsApp zit en dan heb je echt iets van, oké, wat moet ik nou gaan doen? En dat je gewoon iemand randoms gaat appen. Of dat je in één keer aan iemand denkt en je denkt van, joh, ik ga die persoon gewoon eventjes vragen hoe het met die persoon is. En dat leek me wel leuk om dat eventjes met jullie te gaan delen. Maar ik ben echt blij man dat er weer een nieuwe video op mijn hoofdkanaal stond. Ik zat vanochtend echt wakker en ik dacht echt van... Oké, ik moet iets voor mijn hoofdkanaal filmen. Soms heb ik echt geen inspiratie en echt eventjes geen ideeën. En ik had echt iets van, oké, ik ga gewoon eventjes lekker improviseren en weer lekker gek doen. Dat is trouwens ook echt mijn ding, hè. Echt om te filmen en dan tijdens het filmen improviseren of tijdens de opnames dingen improviseren of dingen gaan toepassen. Ik vind het hartstikke leuk om dingen op te schrijven en om bepaalde richtlijnen te hebben in je video. Maar ik denk dat het leukste is om ook gewoon soms inspiratie te pakken en te kijken hoe dat zich eigen uit gaat pakken. Om daaruit te kunnen... improviseren en dingen te kunnen creëren. En dat vind ik heel vet aan. En dat is niet alleen maar iets wat ik doe met filmen. Maar ik denk dat het ook goed is om dat toe te passen in je leven. Om soms gewoon dingen te proberen. Misschien dingen die, waarvan je denkt van wow, wat moet ik nu gaan doen? Dat je niet echt bepaalde richtlijnen meer hebt. Maar dat je gewoon stapt in een nieuw iets. Dat je denkt van oké, het is vet hoor. Ik weet niet, ik heb het echt zin om jullie te vertellen. Dat je bijvoorbeeld echt bezig bent met iets. En bijvoorbeeld je bent bezig op school. Of je bent bezig met je studie. Of je bent bezig met iets in je leven. En je hebt iets gewoon van, oké, ik ga dit gewoon proberen. En ik ga gewoon kijken hoe het zich eigen uitpakt. Ik ga kijken hoe anderen hierop kunnen reageren. En ik denk dat het goed is om dat te kunnen doen. Want soms moet je eventjes een verandering kunnen maken. Net als ik nou mijn baard laat staan. Ik laat nou gewoon mijn baard staan. Echt lang. Omdat ik gewoon een keer, ik wil gewoon iets nieuws proberen. Natuurlijk.
je zult altijd misschien negatieve reacties ontvangen en altijd mensen hebben die denken van nee, niet doen, dat stout. Maar je zult ook mensen hebben die zeggen van nou, doe je best wel goed, vind ik best wel tof. Dus ja, dat eigenlijk. Maar goed, ik zie daar iets leuks liggen. Ik heb, weet je wat, we gaan gewoon een lekkere random vlog van maken. Ik zie hier een leuke gitaar liggen. Ik ga gewoon lekker gitaar spelen voor jullie. Ik heb trouwens echt dat nummer geluisterd van Ed Sheeran ofzo. En ik weet niet hoe dat nummer. Oh, ik moet even een stoeltje hebben of iets. Ik pak even schouw een krukje. Momentje. Zo. Oké, kijk. Ik heb dus het nummer van hem geluisterd vandaag. En dat vond ik echt zo'n vet nummer. Ik weet de tekst echt niet. Ik ga gewoon lekker improviseren. Ik weet niet of jullie hem kennen. Als jij het nummer kent, laat het je onder weten in de reacties. Dan zou ik hartstikke leuk vinden. Dan reageer ik op jouw reactie. Thinking out loud, I'm thinking out loud, oh yes. Ik weet echt niet, ik weet een nummer 1. Komt hier. Got your eyes in the Sunday morning. Ik zeg maar wat, ik weet niet echt. Joy, jij hebt een mooie snap ik op. Het is nog warm voor de winter. Of het is al herfst, ik weet niet. Maar ik heb zin in morgen. I'm perfectly lonely. Oh, dat is John Mayer. I'm perfectly lonely. Oh, yes, I'm perfectly lonely. Dus ik wil, ja, weet ik veel. Ik vond het een vet nummer. Ik had hem vanochtend geluisterd en ik dacht van, ah, chill. Soms heb je dat wel eens. Maar ik heb zin om iets te vertellen met jullie. Heb je dat trouwens gehoord van, mijn vader vertelde net in de auto over de minister van onderwijs of zo. Of de juridische, weet ik veel. Iemand van die hoge pieten van het onderwijs of zo. Ik weet niet. Het schijnt dus binnenkort dat je dus ook voor je hbo iets, ik weet niet. Het kwam, ik weet echt eventjes niet wat. Maar het kwam erop neer, eventjes in globale zin, weet ik veel. Dat je dus binnenkort moet gaan lenen voor je studie. Dat het niet, meer iets, dat het niet iets is wat je wordt gegeven van, hé, hier, je kan studeren. Maar dat je een lening moet gaan afsluiten om te kunnen studeren. En dat is super duur. Ik bedoel, voor sommige mensen die moeten nog gaan beginnen met een studie. Of die moeten nog beginnen met een mbo of hbo. En het gaat knijter duur worden. Studeren gaat gewoon hartstikke duur worden. En vanochtend was dus de vraag aan de minister van Onderwijs van, yo, hoe denk jij erover? Ja, het is wel je toekomst. Je moet wel gaan studeren. En dan denk ik echt van, wat? Hoe bedoel je? Het is toch fijn als je ook gewoon een beetje geholpen wordt. Van hé, hier ga je studeren. Je wordt een beetje gemotiveerd om te gaan studeren. En nou gaat het dus iets worden waarin je dus moet gaan lenen. En dat vond ik al heel jammer. En dan dacht ik van, dat vind ik wel iets jammer. En ze waren dus ook aan het protesteren op het Malieveld, heb ik gehoord. Vandaag. En het was dus zo, ik hoor het allemaal, ik weet niet of het zo is. Het was dus ook zo dat de minister van Onderwijs dus ging dus praten over, die wou dus een speech houden. En terwijl zij dus een speech ging houden, werd er dus heel hard doorheen geroepen en geschreeuwd en kon ze dus niet haar speech echt houden. Maar werd ze dus steeds onderbroken door mensen die daar dus stonden waarschijnlijk of zo, weet ik veel. En dat is gewoon, ja, het is jammer, weet je. Ik bedoel, het is fijn. Ik bedoel, ik studeer nou mbo, niveau 4 in Tilburg, ROC Tilburg, als cameraman, sound and vision. En dat vind ik hartstikke vet. AV-specialist ben ik nou dus aan het worden. En dat is echt super vet. En het is ook fijn dat je daar dus ook bij geholpen wordt. Dat je ook over chipkaart en dat soort momenten. En daarom is het belangrijk om daarvan te kunnen genieten. Wat ik heel vaak zie, even deze. Eventjes gauw iets randoms. Kijk, wat ik heel vaak zie, nou hebben we de overchipkaart. Hè? Voor de mensen die 18 zijn en dus een overchipkaart hebben, waarmee je dus gratis kunt gaan reizen. Dat is super chill. Vergeet niet dat je daarmee overal kan komen in Nederland door de week. Overal. Je kan komen in Limburg, je kan komen in Groningen. Je kan letterlijk overal komen in Nederland. Waarom zou jij er dan van niet kunnen genieten? Wat ik echt elke keer doe als ik vroeg uit ben of als ik vroeg klaar ben met stage of met school. Dan ga ik weg met mijn overchipkaart. Of ja, niet echt zo van dag, maar dan ga ik echt weg met mijn kaart. En dan denk ik van ik ga gewoon een dagje naar Limburg toe. Gewoon om te kunnen genieten omdat het gratis is. Je betaalt niks, je komt eraan met de trein en je bent daar. Je denkt van yo chill en je kan gewoon lekker winkelen daar. Je kan je dingetje daar doen. Dat is super chill. Dus daarom geniet van je OV-chipkaart nu het nog kan. Als jij gratis kan reizen, doe dat. Ik zou zeggen, dat is echt super chill. Ik ben letterlijk echt al over geweest. Ik ben in Limburg geweest, Maastricht, Rotterdam, Amsterdam, over.
overal ben ik eigenlijk al bijna geweest. Ik wil nog een keertje naar Groningen toe. En dat soort plekken, dat lijkt me echt super chill. Maar dat is echt relaxed, man, om gewoon te kunnen reizen met je OV-chipkaart. Ik doe dat echt heel vaak. Daarom zie je ook heel vaak op mijn Facebook staan in Rotterdam, of in Amsterdam, of in Eindhoven, of Den Bosch, waar dan ook. Ik vind het gewoon leuk om overal te kunnen komen, dat je kan zeggen van, ah, hier ben ik geweest, dat is kei leuk, en dat vind ik super chill. Dus dat is eigenlijk een beetje dat. Nog iets, ik ga een room toegeven, daar sluit ik mee af. Waarom? Omdat het de vraag was van iemand, Joel, kan je een room toegeven? Leek me wel leuk, dus we gaan eventjes een room toegeven en dan maak ik een einde aan de video. Trouwens, nog even daarna één kaart op doen. Of zullen we nou, nee, we doen nou eerst een kaart op. Ik ga even mijn kaart pakken. We gaan iets zetten. Ik ga jullie namelijk de dubbele... zal ik dat doen? Ja. Nee, ik ga jullie eerst iets anders uitleggen. Ik ga jullie namelijk uitleggen... iets met kaarten. Wat kan ik doen? Ik heb echt zoveel kaarttrucs. Ik ben er echt... Zie je dat? Ik weet niet. Als je dit wil weten, staat allemaal gewoon op YouTube. Ik ga het niet eens uitleggen meer. Maar ik ga wel jullie een hele vette kaarttruc uitleggen. Ik weet wel even een leuke. Stel voor, hè? Iemand kiest een kaart. Ik zal eventjes, zal ik een beetje schuiven? Ja, ik zal een beetje omlaag houden. Stel voor, iemand kiest een kaart. Bijvoorbeeld deze kaart. Ik zie hem niet, hè. Ik zie hem nu wel in mijn schermpje, maar stel voor, ik kijk wel. Oké, ik zie hem niet. Ik zeg, leg hem bovenop. Is goed. Die persoon legt hem bovenop. Ik leg de kaart achter mijn rug en ik doe zo. En ik zeg van, yo, dit is jouw kaart niet. Klopt? Klopt, hè? Kaart achter mijn rug. En dan doe ik zo en zeg van, oké, jouw kaart is de schoppen 3. En iedereen staat voorbij en zegt van, hoe weet je dat? Dus en zo. Nou komt de uitleg. Super simpel. Als die persoon een kaart kiest, die kaart leggen ze dus bovenop. In dit geval dus de ruiter 10. Ik zie hem maar bijvoorbeeld niet. Ik zie hem dus ook echt niet. Die persoon ziet hem. Je legt hem bovenop. Wat ik achter mijn rug doe is eigenlijk heel simpel dit. Dit doe ik achter mijn rug. Ik pak de bovenste kaart en die draai ik om. Dus dat doe ik eigenlijk achter mijn rug. Ik draai hem om. En wat ik dan doe, ik laat de kaart zo zien. En ik zeg van, dit is jouw kaart niet. Wat er dus gebeurt is, ik zie de ruiter 10. Zie je dat? Dus eigenlijk, wat ik eigenlijk dus doe, dit doe ik dus achter mijn rug. Ja, waarom zou ik dat doen? Oké, ik doe dit achter mijn rug en dan laat ik de kaart er dus zo zien. Dan zeg ik van, oké, dit is jouw kaart niet. Maar wat er dus ondertussen gebeurt is, ik zie gewoon de kaart van hun hier. Dan zorg ik wel dat er mensen daar staan, omdat jij zegt van, oké, dit is jouw kaart niet, ja, klopt. Je legt de kaart weer achter je rug en je kijkt ze aan en je doet een beetje van hocus pocus. En het is eruit te zien. Zo simpel is de truc. Dus een soort van gedachtenlezen trucje, weet ik veel wat. Maar dat is eigenlijk een simpele truc. Jongens, ik ga jullie een room toegeven en dan sluit ik deze video af. Vind je het nou trouwens leuk dat ik gewoon in mijn vlog een kaart op toegeef dan een like? Zou ik hartstikke tof vinden. Maar even de room toe dan. Er is niet echt veel veranderd. Dit is dus mijn bed. Daar ligt een baartrimmer en wat drinken. Ik heb meestal echt dorst in de nacht en dan doe ik meestal wat drinken. Nou, dit is dus mijn bed zoals jullie zien. Er ligt een gitaar. Een plant zit daar nog. Niet echt iets bijzonders. Hier zit wel iets bijzonders. Ik ben namelijk laatst. Dat is zeg maar de band van de kerk waar ik speel. En daar had ik een ding van gegeven, een soort van poster. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn bed. Raam zit erboven. Nog een softbox. Dat is een softbox. Gewoon een lamp die licht geeft. Echt ideaal als je wilt gaan filmen. Dus dat is eigenlijk een beetje dat. Hier nog een. Wat is het eigenlijk? Een soort van, weet ik veel, voor die boksen. Ik heb er van die boksen liggen, zeg maar, daarboven op mijn kast en alles. Die lopen allemaal hier zo. Dus dat is gewoon chill, daar zal ik altijd mijn mp3-speler aan daar, zeg maar. Hier in mijn kast. Oké dan, die is zo kapot. Eventjes. Nou jongens, jullie zien het, jullie hebben mijn kast gemold, dankjewel. Dankjewel. Goed, maar daar ligt dus eigenlijk al mijn sieraden in en zo, horloges. Heel veel andere dingen liggen er allemaal in. Dus is het daar allemaal in. Dat is eigenlijk dat. En dan kunnen we wel even kijken wat hier ligt. Ik denk dat jullie wel dit heel tof gaan vinden. Ik vind het zelf ook echt de tofste plek van mijn kamer eigenlijk. Hier liggen allemaal sneakers. Dus daar liggen sneakers. Daar liggen nog meer sneakers. Daar liggen ook nog sneakers. En onder mijn bed, heel die plaats, zeg maar, onder mijn bed zit helemaal vol met andere sneakers. Dit is eigenlijk een beetje de plek waar ik eigenlijk meestal altijd in de ochtend kom. En die liggen ook al mijn kleding. Vanaf dit, zeg maar, dit gedeelte zijn allemaal jassen. En dit gedeelte zijn allemaal t-shirts. En daar heb ik nog een kast liggen met heel veel andere dingen in. Ah, maar daar ben ik! Ah, look at it! Goed, daar ben ik. Dus dat is eigenlijk dat. Dat is eigenlijk dat. Hier ligt nog een vuilniszak met kleding die ik weg wil gaan geven. Dus mocht iemand weten, laat het me weten. Dat is de plek eigenlijk waar het allemaal
geëdit wordt, waar ik meestal zit en waar mijn film is bewerkt worden. Er ligt een microfoon zoals jullie zien, boxjes, de Bijbel, niet te vergeten, dat lees ik ook wel regelmatig. Mijn Facebookpagina zoals jullie zien en ja, dat is eigenlijk een beetje dat. Ik heb ook nog een trainingsgebeuren waar ik dus mee regelmatig sport, niet echt vaak. Daar ligt nog een piano in mijn tas, ik heb nog een piano liggen onder mijn kledingrek daaronder. En dus hier, dit zijn dus eigenlijk al mijn blouses en al mijn pakken liggen hier allemaal in. Die heb ik eigenlijk allemaal hier gestopt en daar liggen al mijn broeken. En daar zit eigenlijk, dat is dus een box en een kist, nog een gitaar. En dat is eigenlijk zo'n beetje mijn kamertje. Zo simpel, zo leuk ziet het er eigenlijk uit. Maar jongens, ik ga denk ik een einde maken aan deze vlog. Dus ik hoop dat jullie deze vlog wel leuk vonden. Het is misschien een andere vlog als normaal, maar het leek me wel leuk om het eventjes te doen voor jullie. Goed, ik ga een einde maken aan deze vlog. En alsjeblieft, reageer. Waar willen jullie morgen een video over? Laat het nu hieronder weten in de reacties. Al ben jij de eerste, reageer als eerste of maakt niet uit wie je bent. Reageer hieronder, want ik wil video's maken voor jullie. En als jij een onderwerp hebt, laat het hieronder weten in de reacties. Je kan me toevoegen op Facebook en op Instagram. Vergeet niet mijn hoofdkanaal om een video daar te kijken. En ik zie jullie gewoon morgen terug met een nieuwe dagelijks video. Mijn naam is Joel en ik zeg ciao!